Dit is Flevoland van dinsdag 29 december. De GGD Flevoland start op 18 januari met het vaccineren tegen het coronavirus. Dat gebeurt in Lelystad en is in eerste instantie alleen bedoeld voor zorgmedewerkers. De medewerkers die in de zorg werken, die krijgen van hun werkgever krijgen zij een uitnodiging wanneer zij gevaccineerd kunnen worden, waar ze heen kunnen bellen en op welke locatie zij eventueel terecht kunnen. Maar dat kunnen ze ook nog aangeven op het moment dat zij zelf bellen om een afspraak te maken. En zodra deze groep geweest is, dus de zorginstellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, gaat dat pad zich steeds verder uitrollen en worden er meer groepen ingeënt. Naar een exacte plek van de vaccinatielocatie in Lelystad wordt op dit moment nog gezocht door de GGD. Dat is op het ogenblik nog niet bekend. Ik verwacht dat dat deze week wel bekend wordt. En dat is in eerste instantie dus alleen voor de zorgmedewerkers. Dus de zorgmedewerkers worden in Lelystad gevaccineerd. Op het moment dat de vaccinatie groter gaan uitrollen, wordt er ook op meer plaatsen in de provincie uiteraard gevaccineerd. En we zijn ook druk bezig om die locaties inmiddels te zoeken en voor te bereiden. De GGD is nog op zoek naar zorgmedewerkers die willen meehelpen met het vaccineren. Als mensen zich willen aanmelden, heel erg graag. Iedereen die mee wil werken, dat stellen we buitengewoon op prijs. En mensen kunnen zich aanmelden per mail bij pno@ggdflevoland.nl. De vaccinatie met het vaccin van BioNTech Pfizer bestaat uit 2 prikken. Tussen de 2 inentingen zit 3 weken. Ook voor de 2e inenting krijgen mensen automatisch een uitnodiging. De ziekenhuiszorg in de regio komt verder onder druk te staan door het oplopend aantal coronapatiënten. Doordat de stroom na de kerst is toegenomen, liggen zowel de intensive care als de coronaafdeling in het Sint-Jansdal vol. Je ziet misschien nu een lichte daling van het aantal besmettingen met het aantal ziekenhuisopnames. De verwachting is dat dit de komende periode nog wel even zal doorlopen en zal verder stijgen. Dus het wordt eigenlijk met de dag spannender. Het Sint-Jansdal ziekenhuis vangt alle COVID-patiënten op in Harderwijk, omdat de locatie in Lelystad geen intensive care heeft. In Harderwijk zijn alle 8 IC-bedden nu bezet door coronapatiënten. In de afgelopen weken lukt het nog redelijk goed om patiënten ook uit te plaatsen naar andere ziekenhuizen in het land. Maar wat we zien is dat dat steeds moeizamer gaat. En ook vandaag weer na overleg met andere ziekenhuizen in de regio, dan hoor je eigenlijk dat andere ziekenhuizen tegen hetzelfde probleem aanlopen. Daarom wordt hard gewerkt aan een vergroting van de capaciteit, zoals ook in het voorjaar gebeurde. Toen werd een operatiekamer omgebouwd tot IC, maar dat heeft wel tot gevolg dat reguliere zorg nog verder stil komt te liggen. Bovendien is er nog een probleem. Het personeel wat we toen in het voorjaar konden inzetten en wat toen massaal voor ging en ook nog voor kon gaan, is voor een deel nu ook gewoon zelf uitgevallen. Of moet thuis blijven omdat er getest is. Maar we zien dat personele krapte gewoon een steeds groter probleem wordt. En dat hoor ik ook van de collega's van andere ziekenhuizen. Ondanks dat in Lelystad geen coronapatiënten liggen, zal het wel effect hebben. Om te zorgen dat het personeel in Harderwijk COVID-patiënten kan bijstaan, worden geplande operaties in Lelystad uitgesteld. Al is er wel meer zorg dan in het voorjaar. Als het gaat om een noodzakelijk bezoek aan een medisch specialist of het maken van een röntgenfoto, dus alle polyklinische zorg, maar ook alle diagnostiek, die gaat op dit moment nog steeds gewoon door. En dat willen we ook zo lang mogelijk door laten gaan. Ook het Flevo ziekenhuis in Almere laat weten dat alle zeilen bijgezet moeten worden om de nieuwe stroom COVID-patiënten aan te kunnen. Ook hier is alle niet-urgente zorg inmiddels uitgesteld. Het aantal nieuwe geregistreerde coronabesmettingen in Flevoland is de afgelopen week gedaald ten opzichte van de week ervoor. 2031 inwoners van de provincie werden de afgelopen week positief getest. Dat zijn er ruim 460 minder dan in de week ervoor. De afgelopen week zijn 3 inwoners van Flevoland overleden aan COVID-19. Ook werden minimaal 17 Flevolanders in het ziekenhuis opgenomen vanwege een ernstig verloop van COVID-19. Marijke Schipper, de voormalige weervrouw van Omroep Flevoland, is gisteren overleden. De Drontense overleed in het UMCG in Groningen aan de gevolgen van COVID-19, laat een van haar zoons weten. Schipper was van 2000 tot 2014 een van de vaste vervangers van de toenmalige weerman Nico van Dijk. Marijke Schipper is 57 jaar geworden. Meerdere bomen op Urk zijn opzettelijk zwaar beschadigd. Volgens de gemeente Urk zijn bomen aan de Rotholm, Voorland, de Akkers en in het Wilhelminapark bewerkt met een scherp voorwerp. De gemeente spreekt van kansloze vernielingen en zoekt getuigen. De vernielingen zouden zijn gepleegd op eerste kerstdag. Gedeputeerde Michiel Rijsberman is trots op de documentaire die de provincie Flevoland en de gemeente Almere hebben laten maken over de berging van de Short Stirling bommenwerper.
Afgelopen zomer is het wrak geborgen in het Markermeer. Ik denk dat het verhaal van de Tweede Wereldoorlog in Flevoland veel te onzichtbaar is. Het grootste deel van Flevoland bestond nog helemaal niet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar wat ik al zei, dat betekent niet dat de oorlog hier niet heeft plaatsgevonden. Is op het moment dat de polders droog vielen, zuidelijk, oostelijk Flevoland, ook gewoon op het veld zijn er vliegtuigwrakken gevonden die je toen dus nog heel makkelijk kon bergen. Maar ook dieper in de bodem, of zoals hier in het Markermeer, liggen nog vliegtuigwrakken. En, die vertellen ook het verhaal van de mensen die gevochten hebben voor onze vrijheid. En de mensen die het leven gegeven hebben, de hoogste prijs hebben betaald voor de vrijheid waar wij nu in leven. In de zomer werd begonnen met de berging van dit toestel, de Short Stirling BK-716. Er zijn in de Tweede Wereldoorlog zo'n 5.500 vliegtuigen neergestort boven Nederland. Heel veel ervan boven het IJsselmeergebied. Daar is zo'n 85% van gevonden, maar nog zo'n 15% niet. In een aantal van die vliegtuigen, dit is er één van, weten we dat de bemanning nooit gevonden is. Dus dan ga je je afvragen, waar is die bemanning dan? En zit die dan nog in het vliegtuig? Dus natuurlijk na 75 jaar in de blubber van het Markermeer is daar niet zo heel veel meer aan resten van over. Maar die bemanning was nog wel vermist. Ik vond het heel belangrijk om juist bij zo'n wrak als dit het verhaal te kunnen vertellen van die bemanning. Waarvan we dus eigenlijk zouden kunnen vermoeden dat we nog resten zouden kunnen aantreffen. Om die reden besloten de provincie Flevoland en de gemeente Almere om een documentaire te laten maken over de berging van dit toestel. Met daarin ook de persoonlijke verhalen van de nabestaanden. Nou, daarmee kunnen we dus ook voor de toekomst denk ik heel goed vastleggen, heel goed doorvertellen aan onze kinderen wat er hier gebeurd is. Wat het belang is van de Tweede Wereldoorlog voor de vrijheid die we vandaag hebben. En ook waarom het zo belangrijk is dat we dit soort dingen blijven herdenken. Omroep Flevoland zendt deze documentaire op zaterdag 2 januari uit. Schokland is dit jaar 25 jaar UNESCO Werelderfgoed. Schokland is een van de pareltjes van Flevoland. En ook een van de parels in Nederland met de status van Werelderfgoed. We gaan terug in de tijd met bijzondere verhalen over het voormalig eiland. Archeoloog gezien is dit echt een enorme schatkamer. Vandaag de archeologische schatten van Schokland. In de bodem van Schokland vinden we allemaal hele bijzondere resten. Zo'n 6000 jaar geleden kwamen hier mensen permanent wonen. En daar vinden we van alles van terug. Boten, visfuiken, aardewerk. Maar ook de allereerste voetstappen van mensen die hier hebben rondgelopen. Het geeft me altijd een geweldig gevoel om hier op Schokland te komen. Het is een echt bijzonder gebied. Niet alleen voor de polder, maar ook voor Nederland. Het is het eerste werelderfgoed in Nederland dat die status gekregen heeft. In een vrij groot gebied. En het is prachtig. Het is ook niet voor niets dat er hier ontzettend veel mensen komen genieten van. En de natuur en de archeologie in combinatie met het museum. En dat faciliteren we ook graag. Zo rond het begin van onze jaartelling werd dit gebied enorm nat. De zee ging stijgen en zo rond 1400 na Christus werd dit gebied een eiland. En toen begon het ook het Schokkereiland te heten. Het is, in het verleden was Schokland eigenlijk een hoge bult met daaromheen rivieren. En dat gebied is heel snel vernat, dus eigenlijk zijn al die resten heel snel afgedekt geraakt. En toen het eenmaal zee was, is ook in een hele snelle overstromingen gegaan. Waardoor al die resten heel snel met klei en veen werden afgedekt. En daardoor luchtdicht werden afgedekt, nat. En dus kon er geen zuurstof bij komen. En dus zijn die resten bewaard gebleven, want door de zuurstof vergaan ze. Het belangrijkste is dat sinds de inpoldering Schokland ongeveer 1,5 meter gedaald is. De ondergrond van Schokland is veen en daarbovenop ligt keileem. Die keileem die drukt naar beneden en met name omdat de waterstand laag gehouden wordt om hier ook agrarische activiteiten te kunnen uitvoeren, klinkt dat veen in. En veen klinkt meer in dan klei als het droog is, dus het zakt weg. En dat betekent dat al die archeologische resten die in de bodem liggen en vaak ook diep in de bodem, maar doordat de bovengrond het veen langzaam aan het inklinken is en die bodem daalt, begint het langzaam in de, in de omgeving van grondbewerking te komen, hè? Van ploegen, van bodembewerking. En dus raakt het langzaam in gevaar.
En nou, één van de mogelijkheden om dan toch weer te zorgen dat al die archeologische resten goed bewaard blijven, en dan vooral die organische resten die zo uniek zijn, is door het water, grondwaterniveau, oppervlaktewaterniveau omhoog te brengen en die resten dus weer zuurstofdicht af te dekken. Het gebied van Schokland wordt al meer dan 10.000 jaar bewoond. Voordat Schokland een eiland is, is het gebied een groot moeras en lopen voorlopers van rivieren als de Vecht en de IJssel door het landschap. Jagers en verzamelaars leven op de rivierduinen. We staan hier aan de zuidpunt van Schokland. Op deze plek, langs die rivierduinen, dat is de archeologische schatkamer. En de duinen die zitten onder het oppervlak van wat nu het landbouwgebied is. En omdat de grondwaterstand hier te laag is, hebben we dus ook hier het probleem dat die archeologische waarden aan het oxideren zijn, aan het wegrotten zijn. Die duinen die liggen tegen het huidige Schokland aan. Dus daar willen we het peil omhoog zetten. En dat wordt natte natuur, vergelijkbaar met de hydrozone aan de oostkant. Daaromheen zit een gebied van kruiden- en faunarijk grasland. Dus grasland met heel veel soorten planten erin. En helemaal aan de kant van de dijk komt dan natuurinclusieve akkerbouw. Waar we ook percelen laten staan in de winter, zodat vogels daar nog granen kunnen halen. Dat is een hele opgave en dat is echt een traject van tientallen jaren. Want met dat hele traject zijn we al meer dan 10 jaar geleden begonnen. Eigenlijk al op het moment dat we werelderfgoed werden, wisten we dat dat eraan zat te komen. En dat kost gewoon 10, 20 jaar eer dat je daar ook bent.